Vandaag gaan we naar Eiburg Culinair. We gaan een buurtbarbecue bezoeken. En we gaan uit aan de haven waar Conchita Woest zal zijn. Mag ik eentje proeven, een mosseltje? Deze is al besteld. Ja, die wordt koud, hè? Ja. Ja. Heel erg lekker. Zacht en pittig. Pastijtje, en feta. En doen we gyros in. Gyros, ja. Met tzatziki, tomaten en uien. Ja. Nou, ik ben in Griekenland op vakantie geweest. Ik heb me helemaal rondgegeten met die broodjes gyros. Heel lekker. Heel lekker. Ja. En verslavend eigenlijk. We hebben heel veel klanten die er eigenlijk speciaal voor komen bij de slagerij Cadeau. Ja, jullie zijn dan wel ballonnen aan het opblazen, maar het is toch iets met eten? Wat zit eronder? Ik zie het niet. We hebben heerlijke pulled pork haasje gemaakt en een pasta saus voor de kindjes en een kaasfondue hebben we. En wat is dit nou? Dit is een spinazie. Dit is een spinazie smoothie. Ja, het is allemaal gezond. Oh. We werken met gezonde producten en het is ook heel lekker. Maar het is geen gras. Er zit ook tarwegras in, ja. Hoe zeg je dat het heel lekker is in Spaans? Me gusta mucho. Me gusta mucho. Sí, me gusta mucho. Mm. Het is wel heel erg gekleurd, hè? Klopt, maar het is helemaal niet zoet. We hebben het aangemaakt met water. Veel mensen denken dat. Maar ik zou zeggen, proef maar. En dan kunt u het zelf beoordelen. Ja, lekker. Het is niet heel zoet of zo, hè? Hoorde je laatst dat een bericht was dat you can eat restaurant, dat die sushi daar niet goed was met te veel bacteriën. Ja, ik zou er niet in. Ja, ik weet niet wat ik over moet zeggen. Dat hebben jullie, hè? Nee, wij maken echt alles vers en... Pulled pork. Als langzaam gegaarde varkensnek. Nou, ook weer zo lekker. Varkensnek. En this melon, where does it come from? Cantaloupe melon. That just comes through our own vegetable supplier. En we hebben gegeten bij de nieuwe Pink Show Bar. Ja. Het was erg lekker. Spaans, hè? Ja, dat is Spaans, ja. Ja. Ik had ook Baskische hapjes. En we hebben ook oesters gegeten en poffertjes. Nou, doe maar. Wat eten jullie? Dit is een lekker klein kaasfondue. En het smaakt uitstekend. Met groente, hè? Met een beetje groente erbij, voor in de kaas. Kijk. Ze doen het, oh ja, een beetje brood zie ik ook wel. We zijn nog gezond bezig ook, dus dat is helemaal goed. Volgens mij is het meest bijzonder op Eiburg Culinair de wrap met langzaam gegaarde valkensnek. Nou, ik ga naar de buurtbarbecue en dan ga ik mijn buren ontmoeten. Iedere week party hier zo, het is, je gaat helemaal los. Ik zelf maar, we genieten hier allemaal heerlijk. Het is toch leuker dat je buren dit allemaal voor je klaarmaken, toch? Ja. Dus eigenlijk zou het wel vaker mogen gebeuren? Ja, wat mij betreft wel. Zeker wel 2 keer per jaar. Ja. Met een mooi vuur? Of, Ja, in de winter met een beetje glühwein, ook een vuurtje, vuurkorfje erbij. Ja. Ik ben ervoor. Dat gaan we doen. Nou, maar deze. Doe maar. Ik kom. Gaan we doen. Ik hoor Conchita al zingen. Ik ga snel naar binnen. Park. Maar wij gaan nog wel naar binnen, wij maken het bond. Ja, vind ik ook, een beetje dansen. Maar jullie komen niet van Eiburg, hè? Toch? Hier op het Eiburg College. Oh, ja? Heel veel groetjes aan alle oude collega's. Robert, ik vond je act van Conchita geweldig. Nou, dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja, en je zingt echt fenomenaal. Nou, ook dankjewel. Ik ga helemaal blozen ervan, hè? We staan vanavond dan ook op een Amsterdam Gay Mixed Party. En... dat vind ik ook heel erg, dat voel ik ook heel erg. Dat inderdaad iedereen moet kunnen zijn wie die is. En dus zeker als Conchita vind ik dat nog extra. Dus ik heb ook echt zoiets met dat lied dat ik zing. Het is ook echt van jongens, wees wie je bent. En dat sterkt me ook iedere avond weer om te zingen. Dat was mijn dag wel. Eiburg Culinair, buurtbarbecue en een pink party. Nou, ik heb eigenlijk nog wel zin in iets. Dus ik ga nog even een drankje doen naar de bar.